Als hardloper weet je het uit ervaring. Het weer kan echt alle kanten op in Nederland. Maar wat is nou eigenlijk het perfecte weer om hard te lopen? Bij regen en wolken trek je waarschijnlijk niet zo snel je hardloopschoenen aan. Toch zijn er ook voordelen van hardlopen tijdens een regenachtige dag. De regen zorgt namelijk voor verkoeling, waardoor je minder snel oververhit raakt en zelfs langer kan blijven doorlopen. Daarnaast ruikt het vaak ook nog eens heerlijk in de natuur als er na een lange droge periode weer eens regen valt. En als echte bikkel heb jij volop ruimte op de stoep, wandelpaden of op de atletiekbaan. Het verkoelende effect van de regen is zeker aantrekkelijk. Dat is wel anders tijdens de kurkdroge en hete zomerdagen, zoals die in Nederland ook kunnen voorkomen. Is het dan beter weer om hard te lopen? In de zomer kan je het beste in de ochtend of in de avond gaan hardlopen. Het is dan nog niet zo heet en de zon staat relatief laag aan de hemel, waardoor je minder snel verbrandt. Anders kan je in het park of in het bos de verkoeling van de bomen opzoeken. Vooral in de zomer is het ook belangrijk dat je voldoende water blijft drinken. Je verliest namelijk heel veel vocht om je lichaamstemperatuur op peil te houden. Vooral bij een hoge luchtvochtigheid en als het weinig waait, moet je hier extra alert op zijn. Wanneer de temperatuur richting 30 graden gaat, kan je het misschien beter wat rustiger aandoen. Lange of zware inspanning zoals hardlopen kan dan zelfs gevaarlijk zijn. Kies voor een rustigere activiteit zoals wandelen of fietsen en stel het hardlopen even uit tot een later moment. Met wat aanpassingen kan je zelfs in de zomer blijven hardlopen en daarna genieten van je welverdiende koele drankje. Waar we in de zomer juist blij zijn met wat verkoeling, is dat in de winter een heel ander verhaal. Met een gure wind valt de gevoelstemperatuur namelijk een stuk lager uit en we doen er alles aan om warm te blijven. Een goede warming-up en laagje sportkleding zijn dan ook een must om hardloopblessures te voorkomen. En als je eenmaal bent opgewarmd, dan kan je ook makkelijk weer een laagje uittrekken. In de zomer zijn we dus blij met een verkoelend briesje en in de winter moet het juist niet te hard waaien. Windkracht 3 of 4 is vaak de perfecte omstandigheid voor hardlopen. Het perfecte weer om te gaan hardlopen hangt dus af van de temperatuur, luchtvochtigheid, windkracht en zonkracht. Wil je weten of het vandaag bij jou in de buurt lekker weer is om te gaan hardlopen? Met het hardloopcijfer van Weer Online weet je het meteen.